was wel last minute onze deelname. Ik kreeg 28 december kreeg ik een berichtje. We hadden nog een soort van derde kerstdag, 's avonds kreeg ik een berichtje of wij wouden deelnemen. En aangezien wij komende zaterdag onze eerste competitiewedstrijd alweer hebben, is het wel heel prettig om wat wedstrijdritme op te doen voor iedereen. Dus vandaar een hele mooie welkome deelname om mee te doen. En dat je hem dan direct meeneemt, dan is natuurlijk helemaal mooi. Ja, ook vanuit de competitie. Dus dat betekent dat we ook al een klein beetje weten hoe zij spelen. Maar zij natuurlijk ook van ons. En dat echt een volleybalgevecht werd. En werden goede dingen afgewisseld met dingen die nog echt niet goed zijn. Maar dat is inherent aan zo'n wedstrijd natuurlijk. En al met al denk ik dat we vandaag het betere team waren. En dat we daardoor ook de overwinning binnensleepten. Volgens mij staan we gelijk met ze. Dus we hebben al twee hele leuke wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Waarbij het één keer een overwinning voor ons was en één keer een overwinning voor hun. Dus we zijn echt wel aan elkaar gewaagd. Ja. Ik heb met de dames besproken dat we er een finale wedstrijd van zouden maken. Je speelt niet voor niets een finale. Ook al is het bij een toernooitje. Wat niet om het landskampioenschap of iets dergelijks gaat. Maar dit soort wedstrijden. Ja, elke finale is er weer één. En als je hem dan ook speelt als een finale. Ja, dan strijd je voor elke bal. En dan zie je ook dat er een bepaalde sfeer, energie vrijkomt. Aan twee kanten. Waardoor we hele lange rallies hebben. En daardoor ook direct een hele mooie wedstrijd. Ja. Ja, dat was natuurlijk uiteraard wel mooi geweest als het zo was geëindigd. Maar we verloren de finale met 2-0. Ik denk wel 6 standen dicht bij elkaar. Dus wat dat betreft kunnen we wel redelijk tevreden terugkijken op deze avond en voorbereiding. Ook, ik denk dat het mooi is dat Zwolle vandaag heeft deelgenomen aan dit toernooi. En de opzet van het toernooi sterker heeft gemaakt. En voor ons resulteert het in een mooie finale. Ja.